Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Maatregelen ter verspreiding COVID-19 wederom met 14 dagen verlengd. PG moet zijn werk doen. Minister Hoefdraad concentreert zich op noodfonds. Actualiteiten rond COVID-19 in Suriname. Hoofdinspecteur Naden belicht werkzaamheden politie tijdens lockdown. En toename aantal besmettingen in buurlanden noopt tot alertheid. De president van de Republiek Suriname heeft in een speciale toespraak aangegeven dat de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan wederom met 14 dagen zijn verlengd. Het betreft de volgende maatregelen. De partiële lockdown, waarbij geldt dat men zich van 8 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend niet op straat mag begeven, met uitzondering van mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk. Beperkte samenscholing tot maximaal 10 personen en een sociale afstand van 2 meter. En alle kansspelgelegenheden en casino's blijven tot nader order gesloten. Hoewel wij overwegend in het kustgebied het virus goed beheersen, is er nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel oost, west als zuid. Ik heb daarom de navolgende besluiten genomen. 1. De huidige partiële lockdown maatregelen worden met 14 dagen verlengd. 2. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht. 3. De grenzen blijven gesloten terwijl de controle verder wordt opgevoerd. De grenzen zijn ons probleem. De komende 2 weken zullen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te hebben van de resultaten van de repatriëring en de preventiemaatregelen in het binnenland. Ik ben mij er terdege van bewust dat de COVID-19-crisis verder gaat dan gezondheid alleen. Velen van ons hebben reeds een aangepaste levensstijl aangenomen. De economische impact zullen wij nog lang hierna voelen. Aankomende week wordt het overbruggingspakket gepresenteerd. Dat wan taki, usaptak wan los ma abe moeilijk. Wan lo chin bedrijf tapu. Wan lo hosal mang, wan lo poku mang. Wan los ma sang bevinden de brede. Tap wan trafasi leek va de venena overheid. De invallig bij je probleem. Dus hoe de bezig gaan regeren, no. Voor in elk geval, je de man in Libi, zodat hij de kan horen in de tapwatra, zonder dat hij de naam de familie zong helemaal. Laat de PG zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood, zegt minister Gilmore Hoefdraad van Financiën op het verzoek van de procureur-generaal om hem in staat van beschuldiging te stellen. De bewindsman concentreert zich momenteel op het noodfonds om de financiële en economische gevolgen van de COVID-19-crisis op te vangen. Ik zal mij onder geen enkele omstandigheid laten afleiden van de belangrijke verantwoordelijkheid die op mijn schouders is gelegd door de president, aldus minister Hoefdraad. Reagerend op het schrijven van de procureur-generaal, zegt meester Frank Truideman, de raadsman van de minister, in een reactie dat de PG in aanvaring met de rechtsstaat lijkt te zijn gekomen.
Meester Truideman zegt dat nu pas tijdens het Openbaar Ministerie de juiste procedure in acht is genomen. Hij verduidelijkt een en ander door erop te wijzen dat reeds op 16 april 2020 bij zijn cliënt een schrijven afkomstig van een inspecteur van politie werd bezorgd, waarin de minister in opdracht van de procureur-generaal wordt opgeroepen voor een verhoor als verdachte op woensdag 22 april jongsleden in zaken het onderzoek naar gepleegde malversaties bij de Centrale Bank van Suriname. In antwoord hierop heb ik de PG niet openlijk verwezen naar de te volgen procedure, nu het in deze een politieke ambtsdrager betreft, maar volstaan met de mededeling dat wij deze stap van het Openbaar Ministerie niet begrijpen. Het vervolgingsmonopolie van gewezen politieke ambtsdragers ligt op grond van de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers van 18 oktober 2001 immers niet bij het Openbaar Ministerie, maar bij de Nationale Assemblée. Deze wet en het gezag van DNA worden ondermijnd indien de daarin voorgeschreven procedure niet eerst wordt doorlopen alvorens mijn cliënt uit te nodigen voor een verhoor als verdachte of anderszins onderzoekhandelingen jegens hem te ondernemen, aldus meester Truideman. De wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers vloeit rechtstreeks voort uit artikel 140 van de grondwet en met ernst moet worden afgevraagd of de procureur-generaal niet in aanvaring is gekomen met de rechtsstaat, nu mijn cliënt formeel met terzijdestelling van de procedure via DNA per brief van 16 april 2020 is opgeroepen om als verdachte gehoord te worden. Dat het OM daarna de fout heeft gecorrigeerd door achteraf de juiste weg te volgen, doet niets af aan het gebeurde, zo betoogde de advocaat van minister Hoefdraad. De bedoeling van deze wet is geenszins dat DNA treedt in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van een politieke ambtsdrager als verdachte. De Nationale Assemblée moet enkel bepalen of de vervolging van zo'n functionaris in politiek-bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. Indien de Nationale Assemblée oordeelt dat vervolging van de politieke ambtsdrager niet in het algemeen belang is, dan is er volgens meester Truideman geen vervolgingsrecht. De advocaat zegt zijn cliënt geadviseerd te hebben om geen gevolg te geven aan de oproep voor verhoor als verdachte op 22 april jongsleden en zulks ook aan de procureur-generaal te hebben bericht, waardoor de PG de ruimte kreeg om de ingezette schending van artikel 140 van de grondwet in te dammen. De actualiteiten rond COVID-19 in Suriname zijn op vrijdag 24 april 2020 verder gedeeld met de samenleving. Het Nationaal COVID-19 Management Team heeft in de congreszaal de samenleving via de media geïnformeerd over bijzonderheden van de meest recente ontwikkelingen. Een van de updates is dat er momenteel 280 personen in quarantaine zitten. Het team ging ook in op de repatriatievluchten, de situatie in de grensgebieden en het afstandsonderwijs. Met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg, we hebben ook voor de repatrianten hebben we psychologen. We hebben een groep psychologen die rouleert. Hun telefoonnummers zijn ook bekend. De verpleegkundigen die eenmaal 24 uur, nou niet eenmaal 24 uur in een roulatieverband, maar 24 uur is er een verpleegkundige aanwezig. Er zijn ook artsen on call. De nummers zijn ook bekend. Hebben we ook aan de repatrianten doorgegeven dat mochten zij de behoefte hebben voor een psychologisch consult, dat altijd kan. Daarnaast heeft het PCS komende week ook een artikel dat zij gaan uitbrengen over COVID en stress. Het gaat in de media verschijnen en dat is dus komende week. We hopen natuurlijk ook en we weten dat de meeste instanties daar zeker rekening mee hebben gehouden. De psychologen, de Vereniging van Psychologen in Suriname, is ook met een plan van aanpak bezig over hoe wij de psychologische impact die COVID heeft op Suriname, hoe wij daarmee om kunnen gaan, het best om kunnen gaan. En zij zullen ook hun adviezen uitbrengen aan de overige instanties die nu al ook een protocol in place hebben hoe om te gaan met hun gezondheidswerkers. Als dat nog niet het geval is, zal ik nogmaals de nadruk leggen op de verschillende instanties die onder volksgezondheid vallen, dat men rekening houdt met de geestelijke gezondheid. Na het traject van het ontslag van elke genezen verklaarde persoon, hebben wij ook op de website laten plaatsen. De infectiologen hebben daarvoor een protocol ontwikkeld en hebben dus dat ook gedeeld.
Wanneer de mensen tot 2 maal toe negatief zijn getest, wordt van ze gevraagd om een weekje een thuisquarantaine situatie te houden. En daarna hebben ze weer een afspraak met de infectiologen en dan wordt er wederom getest. Ik denk dat ik weet waarom die vraag ook specifiek steeds wordt gesteld, dus ik zal direct daarop ingaan. Ja, het is gebleken dat bij sommige mensen er een heractivering of een reactivering kan plaatsvinden. Echter is dat in hele grote groepen getest, dus mensen, landen waar er heel veel besmettingen plaatsvonden. En heeft men kleine aantallen van kunnen vinden van heractivering. In Suriname hebben wij gelukkig maar 10 mensen gehad. En het valt nog te kijken natuurlijk bij de consulten hoe de heractivering, als er heractivering heeft plaatsgevonden. En de infectiologen zijn daarop ook voorbereid. En dan wil ik weer gaan naar die gezondheidszorgmaatregelen. En ik ben blij dat de vraag vanuit de pers tot 2 maal toe weer is gesteld. Zoals jullie weten zijn er in Suriname 2 soorten maatregelen getroffen. We hebben de gezondheidsmaatregelen gehad en dat was hetzelfde liedje dat we steeds herhalen. Handen wassen, social distancing, afstand van elkaar houden, hygiënische maatregelen in acht nemen. Maar er zijn ook andere maatregelen geweest om te versterken waarmee we bezig waren. En dat waren die sociaal-maatschappelijke en economische maatregelen nu natuurlijk ook meegenomen. En dat waren zoals de partiële lockdown, de samenscholingen, niet meer dan bus, scholen sluiten, etc. Noem maar op. We zijn waar we zijn, en dat heb ik volgens mij een paar keer al gezegd, maar ik herhaal het weer. We zijn waar we zijn als land om de maatregelen die wij heel snel hebben kunnen treffen. Er is een vraag geweest met betrekking tot zorghotel. De mensen die daar zo zijn, zijn meestal de mensen die wij hebben opgepakt. Ik ga u eerlijk zeggen, de mensen zijn nog steeds daar. En een aantal hebben ons aangegeven dat ze voorlopig niet weg willen uit zorghotel. Omdat de behandeling goed is, ze vinden het prettig, er wordt voor alles gezorgd. Je hebt 2 baby's daar die volledig worden voorzien van alles. Babyvoeding, we hebben gisteren 3 papflessen gekocht, zodat de mensen hun papfles konden krijgen. Ze worden getraind door het personeel van, of die mevrouw wordt getraind, onder andere door personeel van volksgezondheid, om te weten hoe ze pap moet maken, hoe ze de baby moet aanleggen. Etcetera, etcetera. Het is in elk geval, zijn de mensen dus daar ondergebracht. Gaan de mensen naar de gevangenis? Ik dacht dat ik de vorige keer niet echt heb gesproken over de gevangenis, maar dat er dus justitieel de mensen natuurlijk, en dat is later aangevuld door hoofdcommissaris, hoofdinspecteur Naarden, dat natuurlijk de justitiële afhandeling wel gaat plaatsvinden. En dat is dus wat het precies gaat worden. Dat zal men dus nog bemerken. Per slot van rekening zijn de mensen dus illegaal in Suriname. En hebben zij natuurlijk ook wel de nationale gezondheidssituatie in gevaar gebracht. Gaan de mensen van Newmont ook in quarantaine? Ja, ieder gaat in quarantaine. Dus ook de mensen van Newmont die komen, als ze in Suriname aankomen, gaan ze in overheidsquarantaine en dat is dus ook afgestemd. Anders zouden ze geen toestemming hebben gehad om naar Suriname terug te komen. Of in elk geval naar Suriname te komen. Er is een vraag met betrekking tot, er is toestemming gegeven in het Westen dat een aantal dorpen in Suriname aankopen mochten doen. Ik denk dat het een beetje anders zit. Er is geen toestemming, naar mijn weten is er geen toestemming voor border crossings gegeven, dus wij mogen niet naar Guyana en Guyana mag niet naar ons. Waar er wel toestemming voor is gegeven, is dat er verplaatsingen plaatsvinden op de rivier, aan beide kanten. En zoals u weet is de rivier in zijn totaliteit een Surinaamse rivier. En de mensen hebben toestemming nodig om op de rivier zich mogen te mogen verplaatsen. Dat is in een meeting tussen Suriname en Guyana is er afgesproken dat dus wel toestemming zou worden verleend dat de mensen noodzakelijke verplaatsingen op de rivier zullen mogen uitvoeren. Zowel de overheid van Guyana als de mensen zelf.
Maar er is dus geen afspraak gemaakt dat er crossings mogen plaatsvinden. Dat is dus nog niet afgesproken. En de relatie met de oostelijke kant, daar geldt uiteraard ook hetzelfde. Er is geen toestemming voor oversteken, et cetera. Wat er dus wel gebeurt is dat we zien dat er daar elke dat er heel veel illegale verplaatsingen zijn van Frans-Guyana naar Suriname. En als er verplaatsingen zijn van Suriname naar Frans-Guyana, dan zijn het mensen die worden uitgezet naar Frans-Guyana. Dus Franse onderdanen die dus worden uitgezet. Dat is dus op dit moment de status quo. Ik merk op dat het heel erg indringend is, hè, die vragen, die opmerkingen, wanneer komt de regering? Mag ik een handreiking doen? Kunnen wij een lijst van u krijgen alvast met alle vragen, zodat we het kunnen doorgeven? En wanneer de mensen dan komen, de regering dan komt, dan kunnen zij dan ook gericht, behalve hun algemene beschouwing, kunnen zij ook gericht enkele vragen beantwoorden. Zo ook de vraag, dan neem ik dan gelijk de vraag ook mee gesteld door EBC. Hoe staat het met de vragen gesteld aan onderwijs, HI en financiën? Zijn allemaal doorgegeven. Dus wanneer de dag dat ze komen, zullen ze dan de vragen wel beantwoorden. En ik zie u lachen, maar gelooft u mij, ze gaan komen om die vragen te beantwoorden. We vinden het heel goed dat u indringend bent. Dat is het werk dat u moet doen om dus de informatie te krijgen. En ik geef u weer aan, zeer indringend, dat u de antwoorden gaat krijgen wanneer de regering er gaat zijn. Laten wij elkaar alvast ook helpen. Als u bereid bent om de vragen nu al te geven of naar ons op te sturen, zorgen we ervoor dat ze bij de verschillende ministers terechtkomen, zodat zij zich ook terdege kunnen voorbereiden naast de algemene informatie die ze zullen geven. Dus ik heb die vraag dan ook beantwoord. Ten aanzien van de verkiezingen, ik zei meneer Blankendaal dat ik het een zeer interessante vraag vond. We zijn er nog niet helemaal uit. U weet, ons kiesstelsel dat beantwoordt het eigenlijk niet. Dus het brengt weer een nieuw aspect. Dus geeft ons de gelegenheid om tenminste de mensen van de regering om daar een afdoend antwoord op te vinden. Laten we hopen dat we tegen 24, 25 mei geen mensen hebben in quarantaine. En dat gaan we natuurlijk kunnen doen wanneer we ervoor zorg dragen met z'n allen dat we het beheersen. En mogelijkerwijs gaan mensen ziek worden. Maar laten we toch met goede hoop vooruit kijken dat tenminste de mensen die nu in quarantaine zijn kunnen deelnemen. De noodtoestand. U mag weten, er wordt continu gedaan aan scenario planningen. What if? En dan what dan? Dus dat doen we ook continu. We doen het als team, maar elke sector doet het ook voor zichzelf. En zo weet ik dat Volksgezondheid ook allerlei scenario's heeft gepland en kijken hoe gaan we er mee om als dat gebeurt. Dus rest assured, wees u gerust, zouden we zeggen, het komt goed wat dat betreft. Ik kreeg nog informatie, de andere leden van het panel hebben het ook doorgegeven, maar ik wil het nog concreet aangeven. In Albina kan men normaal de inkopen doen, de mensen langs de rivier kunnen normaal hun zaken doen, maar dan wel tot 8 uur 's avonds, nadien sluit dan alles af. De politie voert gedurende de partiële lockdown toezicht uit op het naleven van het verbod op samenscholing en het straatverbod na 8 uur 's avonds. Hoewel de samenleving grotendeels gehoor aan de maatregelen geeft, zijn de wetsdienaren op gezette tijden en in bepaalde gebieden genoodzaakt op te treden. Het betreft de aanpak van zowel overtreders als zij die zich schuldig maken aan criminele handelingen. Focus sprak hoofdinspecteur Humphrey Naden.
wij merken dus dat de meeste mensen zich houden aan die maatregel. Maar we hebben nog steeds, helaas nog steeds, mensen die zich niet storen aan die maatregel. En tegen die mensen worden natuurlijk opgetreden. Maar over het algemeen houden de meeste mensen zich wel aan dus die maatregel van tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens niet op straat zijn. In het begin hadden we het fenomeen van barricades opleggen, weet u. Dat zien we niet meer gebeuren in die buurten waar wij dat hadden ervaren. Dus op dat stuk gaat het goed. En dat wat ik zeg, ook in die buurten merken we dus dat er minder mensen, zeg maar, na 8 uur nodeloos op straat zijn. Dus het gaat de goede kant op. We zijn nog lang niet tevreden, maar eerlijkheid gebied om te zeggen van dat het wel de goede kant op gaat. Kijk, als je een valide reden hebt om op straat te zijn, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar natuurlijk, als de politie dan tegen jou optreedt, ligt het in principe aan de commandant op dat moment om, zeg maar, te bepalen op naar de hand van wat de persoon gaat aangeven waarom hij of zij op straat is. Als die persoon zal worden overgebracht naar een politielocatie om daar de nacht door te brengen. Of als die politiecommandant op dat moment de persoon de ruimte biedt om, zeg maar, zijn woning te kunnen bereiken. Als je bijvoorbeeld dicht bij je huis bent, hij geeft aan van kijk, ik ben iets wat verlaat vanwege zo'n reden. En die politiecommandant kan meegaan daarmee, dan kan men je, zeg maar, een waarschuwing geven, want dat mag. En aangeven dat je dan zo snel als mogelijk dan jouw woonadres aandoet. Maar aan de andere kant, als die politie commandant van mening is van nee, 8 uur is 8 uur en de reden die je opgeeft is niet valide, dan mag je dan die maatregelen treffen zoals is aangegeven. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau om daar de nacht aan door te brengen. Onlangs nog heb ik begrepen dus dat er iemand op straat was, maar het was dat de persoon een zieke thuis had afgezet. Weet je, of met een zieke had gebracht naar het ziekenhuis en dan op weg was naar huis. Natuurlijk ga je daarmee rekening houden. Als je die politieambtenaar op dat moment ervan kan overtuigen dat het zo is, dan krijg je dan de gelegenheid om je huis te bereiken. En vaak genoeg begeleid men je ook naar jouw adres, zodat je geen problemen krijgt misschien met de andere surveillerende groep. Toch, als je dus voorbij langs door mag. Vaak genoeg word je dan begeleid naar dus de plek waar je moet zijn. De cijfers voor wat inbraken betreft, berovingen, overvallen, die zijn drastisch afgenomen. Niet dat het niet gebeurt, want er zijn nog wel wat overvallen, inbraken en berovingen, maar dat is echt drastisch hoor, teruggebracht. En dat is in principe niet vreemd, want u weet, de meeste mensen zijn nu thuis, overdag ook. Of de ouders op het werk zitten, zijn de kinderen dan thuis, omdat er geen school is. En dan kunt u begrijpen dus dat de heren inbrekers hun slag niet kunnen slaan. Want criminelen en dieven die willen hun werk tussen aanhalingstekens doen zonder getuigen. Dus dat gaat moeilijk. Vandaar dus dat we een drastische teruggang hebben gezien voor wat dat soort van strafbare feiten betreft. Maar wij zijn ook op een voorbereid dat nadat de maatregelen niet meer van kracht zijn, dat als wij als politieorganisatie niet op onze kievieven zijn, dat je een spike kan zien, hè, in dat soort van gevallen. Dus ook daarop zullen we anticiperen. Een korte evaluatie zegt daarmee dat die maatregel goed is. En waarom goed? In relatie dus tot COVID-besmettingen. We zijn nog steeds op 10. Terwijl als we kijken naar de buurlanden, die staan er minder gunstig voor. Dus ik zeg, tot nu toe zijn de maatregelen getroffen door de daartoe bevoegde organisaties, dat wel autoriteit heeft vruchtbare vruchten afgeworpen. En laten we doorgaan op dezelfde voet, praten met onze mede-Surinamers en erop blijven hameren hoe gevaarlijk die COVID-19 is en hoe voorzichtig men moet zijn om geen slachtoffer te worden van COVID-19. Mijn oproep is om je te houden aan de verkeersregels. Ik ben blij met deze vraag, omdat we zijn uitgekomen met een politiebericht, ik dacht gisteren, waarbij we per vergissing hebben aangegeven dat
meneer Enting, want het gaat om meneer Enting, door een vrachtwagen is aangereden. Dat is niet juist. We hadden wat dat betreft een verkeerde informatie gehad. Wat er is gebeurd is dat, het is gebeurd op de Johannes Moengastraat inderdaad, maar dat de heer Enting is aangereden door de bestuurder van een personenauto. En hoe is dat gekomen? Een vrachtwagenchauffeur die kwam vanuit een houtmarkt, toch de Johannes Moengastraat op. Daarbij heeft die vrachtwagenbestuurder geen voorrang verleend aan het verkeer op de weg, het rechtdoorgaand verkeer. En op dat moment was het rechtdoorgaand verkeer een personenauto. De bestuurder van die personenauto heeft een uitweekmanoeuvre gedaan om niet in botsing te komen met dus die vrachtwagen. En daarbij heeft die autobestuurder, meneer Enting, die naast de weg stond, naast zijn auto, aangereden. Maar die vrachtwagenchauffeur is weggereden. Maar hij is belangrijk voor de politie, voor het onderzoek. Toch? Dus we hebben ook een beroep gedaan vandaag, want we hebben dat bericht gecorrigeerd. En in dat bericht hebben we een beroep gedaan op die vrachtwagenbestuurder en via u. Microfoon doe ik het weer. We doen een beroep op hem of haar om zich aan te melden bij de politie op de afdeling verkeersunit van de politie van Paramaribo. Omdat wij die bestuurder nodig hebben voor het onderzoek. Als men zich niet aanmeldt, zullen we alles eraan doen om deze bestuurder zichtbaar te maken. En als we hem hebben zichtbaar gemaakt, ik denk dat het een man zal zijn, dat hij zal worden opgespoord en zal worden aangehouden ter voorgeleid. Dus ter voorkoming van problemen voor zichzelf, doe ik een beroep op deze persoon om zich aan te melden bij de politie. Suriname verkeert tot op heden in een bevoorrechte positie dat zij te midden van Brazilië, Guyana en Frans-Guyana al enkele weken slechts 10 positieve COVID-19 gevallen telt. Guyana en Frans-Guyana noteerden respectievelijk 70 om 107 besmettingen, terwijl Brazilië al meer dan 51.000 gevallen telt. Daarnaast is er in deze landen al een ruim aantal doden te betreuren. Het zou arrogant zijn om in Suriname in een hoera-stemming te verkeren, omdat de toenemende besmettingen en doden in de buurlanden juist een signaal moeten zijn dat wij in eigen land alert blijven. Alert zijn is wanneer wij met z'n allen in bijzonder de handhygiëne hoog houden, het samenscholing en straatverbod tijdens de partiële lockdown respecteren en vooral niet meewerken aan de smokkel van goederen en personen over de grensrivieren. Al deze handelingen vergroten alleen maar het risico om met het COVID-19 coronavirus besmet te raken. Mikmoni na wang, tango sontu en sorgu dat kondere no siki dat na heersan. Zet u uw eigen leven en dat van anderen niet op het spel. We hebben allemaal elkaar nodig om te overleven te midden van deze crisis. De autoriteiten rekenen op uw ondersteuning. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer.